Alles begint bij een goede motivatie. Maar wil je als buschauffeur opgeleid worden, dan heb je je rijbewijs B minimaal 1 jaar in bezit en ben je 19 jaar of ouder. Je hebt ook de beschikking over eigen vervoer en je bent bereid om regelmatige tijden te werken. Denk bijvoorbeeld aan weekenden, avonden, feestdagen. En niet onbelangrijk, je moet een verklaring van goed gedrag kunnen aanvragen. Voldoe je aan deze voorwaarden, dan maken we graag een afspraak met je voor een kennismaking en een testdag. Je begint met 2 tot 3 weken fulltime theorielessen. Daarna ga je de praktijklessen in en haal je je rijbewijs D. In totaal duurt de opleiding 4 tot 6 maanden, dat is dus inclusief theorie, praktijk en wachttijd bij het CBR. Als je eenmaal je rijbewijs hebt gehaald, kun je direct aan de slag als buschauffeur. Zo ontwikkel je je in no time tot een ervaren buschauffeur. Je krijgt een contract bij ons, een jaarcontract voor 32 uur per week. Wij zijn verplicht de cao te volgen van het bedrijf waar je uiteindelijk gaat werken. Dus wat je precies gaat verdienen, kan ik je nu nog niet vertellen. Maar reken er maar op, het is in ieder geval marktconform. Wil je weten wat dit voor jou betekent? Neem dan contact op met een van onze opleidingsadviseurs. Nee, helaas krijg je niet betaald tijdens de opleiding. Je moet natuurlijk eerst je rijbewijs D halen om uiteindelijk als buschauffeur aan de slag te gaan. Dus je kunt gewoon blijven werken in je huidige baan. En heb je op dit moment geen werk, dan helpen we jou daar graag bij. Randstad betaalt jouw opleiding. Er is wel sprake van een eigen bijdrage die achteraf, als je eenmaal voor ons aan het werk bent, in delen op je weeksalaris wordt ingehouden. Dat is afhankelijk van de opdrachtgever waar jij uiteindelijk gaat werken. Je gaat minimaal 32 uur per week werken als buschauffeur. Wil je parttime werken? Dat kan ook. Er zijn een aantal opdrachtgevers waarbij dat mogelijk is. We gaan graag met jou in gesprek over de mogelijkheden.